Yo mensen, goedemorgen. Ik moet stil zijn, want het is nu 6 uur 's ochtends en ik ga naar huis. We gaan naar huis, ik ga naar huis, wij gaan naar huis, hoe je het wil noemen. Het was echt een topvakantie. Het is nu 6 uur en ik loop richting mijn oma om haar wakker te maken. Eigenlijk meer om te checken of ze wakker is, want ze is altijd vroeg wakker. Oh. Hey. Hallo. Wat de hel, ineens een random kat. Ik was al om 4 uur wakker geworden, geen idee. Ik was al om 4 uur wakker. Ik kon gewoon niet meer slapen. En ik voel me eigenlijk gewoon heel erg uitgerust. En ik ga alsnog proberen te slapen in het vliegtuig. Maar ja, eerst even naar oma toe. Oh ja, wat moet je nou, joh? Je wil gewoon geaaid worden, hè. Naar omaatje toe. Oké, die is ook wakker. Top. Nou, we hebben de koffers gisteravond al ingepakt. We hebben alles al klaar. We hoeven eigenlijk alleen te douchen en zo. Nou, dat doen mijn ouders. Ik heb gisteravond gedoucht. We gaan ontbijten. Tot ziens. Papa, die scheidlucht die de hele tijd rook, ik was het wel. Ik had fucking erg gekramp. Jij toch? Ja. Okay. Ja, wie anders? Die scheidlucht die de hele tijd rook, dat was ik wel. Ik had zo'n kramp, joh. Godverdomme. Echt? Oh, sorry. Pardon. Zie je wel. Het is vele uren later en ik gebruik mijn telefoon weer als licht. Ik kan nu eindelijk een beetje zien dat ik bruin ben geworden. Maar in ieder geval, ik ben naar mijn oma gegaan. Ik heb Pien opgehaald. Hey Pien! Pien was net wat enthousiaster toen we er gingen ophalen. Het was echt helemaal door de dolle heen. In ieder geval, ik heb gewoon even de camera weggelegd. Ik was zo ontzettend moe. Het is nu 11:30 en ik ben nog steeds moe. En ik ga slapen. Ik heb morgen nog vrij en dan overmorgen weer naar school. Ik wil jullie allemaal gewoon hartstikke bedanken voor het kijken en liken en delen. En jullie weten het allemaal. Gewoon het ondersteunen van mijn vlogs. Maar de vlog van vandaag was gewoon scheid. Ik bedoel, ik ga niet alleen maar filmen dat we in het vliegtuig zitten. We hadden ook 2 uur vertraging, dus in totaal heb ik 6 uur in het vliegtuig gezeten. Het besturingssysteem om te landen werkte niet of zo. We wilden bijna gaan opstijgen. Dus als we dan weer terug naar de grond hadden moeten gaan, dan hadden we niet kunnen landen. Dus ik bedoel maar, dat was op zich best wel creepy. En dan als laatste, random shit. Kennen jullie dat nou niet? Zoek het op, NLX.com random shit. En jullie vragen er veel naar, maar ik heb te weinig random shit om te gebruiken. Dus vergeet niet jouw random shit te sturen. Stuur het naar deze e-mail die hier zo staat. Of check de e-mail die hier bovenaan in de beschrijving staat. En dan kan jij jouw random filmpje insturen. In de vorm van een filmpje. Geen tekst, geen foto. Een filmpje. Stuur gewoon iets randoms. Je gooit een banaan van het dak. Je laat een pot vallen. Je gaat paardrijden op een hond. Dat is dus hondrijden. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de vlogs. En het was een avontuur. En ik heb heerlijk kunnen vloggen. Oh, fuck. Ik krijg een stijve arm. Hè? Ik wil even nog 1 bedankmomentje doen en dan ga ik het echt afsluiten. Ik heb 11.000 abonnees in een week tijd gehad. Van de dag dat ik wegging, maandag tot maandag, 11.000 abonnees erbij. Hoe insane. Wat een avontuur was dit. Hopelijk komen er nog meer vakantievlogs aan. Eigenlijk weet ik toch wel zeker dat die eraan komen. Daar horen jullie in de toekomst nog veel meer over. Er komen nog heel veel video's aan. Binnenkort de YouTube-kanaal heb ik heel veel zin in. Dit was het avontuur en ik zie jullie bij de volgende video.